Van Gogh schilderde het stilleven in de herfst van 1884, toen hij in Nuenen woonde. Het was een soort van oefenschilderij. Van Gogh, en dat weten we uit de brieven van Vincent d'Anteo, wilde in zijn Brabantse periode graag stillevens oefenen. Nou, het oefenen zie je dat hij probeert de stofuitdrukking te vatten. De glans van een glazen fles. Het doffe van een stuk steengoed. Boombast, dat weer een heel ander materiaal is. Ook zo'n kruidhoorn en dan weer een stukje koper. En tegelijkertijd probeert hij ook het formaat van de verschillende objecten te pakken. De onderlinge afmetingen, de compositie. Dus dat is echt een vorm om het vak onder de knie te krijgen. Het werk is overgekocht van een particulier. Het is mede betaald uit een erfenis van Theo Verstappen. Zijn neef uit Asten, ook een Theo, is maar wat trots dat zijn overleden oom heeft kunnen meehelpen. En als u er nou naar kijkt, wat denkt u dan? Ja, dan zie ik toch oom Theo voor me en dat hij dit heeft mogen schenken aan het museum. Dat is geweldig. De Brabantse periode van Van Gogh, die wil het museum claimen. En dat lijkt nu te lukken met 12 werken in huis, grotendeels geleend, maar 4 zijn er toch mooi van het museum zelf. Hier legde hij de basis voor zijn latere werk. Alle thema's die hij in Brabant heeft belicht, de werkende mens, het stilleven, koppen, dat heeft hij eigenlijk doorgezet in zijn Franse periode waar hij veel meer beroemd mee is geworden. Maar als je hem wil leren kennen, dan moet je beginnen met de Brabantse periode.